mensen. Ik heb net een politie... Chase, dus een politieachtervolging overleefd. Met deze auto kan ik dat ook doen. Als, vers, als ik een verre afstand heb, aanloop bedoel ik. Dan kan het ook met deze auto. Die stond van vorige video. Die andere auto is het water ingepompt. Want deze afstand is nog verder zelfs dan de net. En deze bak kan er ook. Dus, dan maak die andere bak dan ook. Als ze lang... Hoppa! Ik slip al harder met deze auto, maar... De voorlampen werken in ieder geval, hè. En dit is ook een benieuwde auto. Allee, dit is een auto van hier, maar... Het is gewoon niet die andere. Die andere was helemaal in vlammen opgegaan. En toen crashte ik daarna nog in het water. Dus er vloog een brand en ik vloog vol het water. Want ik was nog aan het vliegen. Dus mijn auto was letterlijk de vliegende vlam. De vliegende vlam. Ja, zou ik wel een boek over kunnen schrijven. De vliegende vlam. Oh, leuk boek. Voor de schrijvers die kijken. De Vliegende Vlam is een leuke naam voor een boek. Dus daar maar zeker van. Ik hoop dat jullie daar dan blij mee zullen zijn. Van de bubs, van de bubben, van de bub, van de bub. Perfect boek, denk ik. Alleen het verhaal zelf weet ik niet, maar dan moeten jullie maar bedenken. Of in het begin was er zo'n vlam die vloog in het water en klaar. Boek uit. Nee. Schrijvers, wees maar creatief en gebruik de vliegende vlam maar als boek. Want die auto was de vliegende vlam. Als je dat wilt zien, kijk de volgende video. Daarvan weet ik deze stunt. In die video had ik de stunt ook laten zien. En niet te behoren dat na die knallen allemaal, na al die knallen die voorlichten al stuk, nog niet stuk zijn. En bye bye motorrijden. En dan gaat die stuk. En in de volgende video zei ik ook hoe dat ik dat deed. Ik ga er een soort serie van maken. De volgende video is trouwens al geüpload. Wil je hem zien? Dan de naam staat in de beschrijving onder de video. Dus onder de video staat dus de beschrijving. En in de beschrijving, staat de naam van de volgende video. En ik ga het niet nog eens zeggen elke video, dus... Ja, deze is veel trager, maar goed. Het lukt alsnog gewoon. Nog altijd niet een licht stuk, hè. Dat is echt breed. Gaan. Oh, net niet. Hoe geluk heb ik daar? Ik heb normaal nooit zo'n geluk, maar nu... Het is echt verschrikkelijk hoeveel geluk ik heb. Ik heb ook letterlijk maar $4, dus als deze auto stuk is en ik wil dat met deze verder doen, dan kan iemand of ik moet een ander van deze model vinden, sowieso dat je dat sowieso kunt vinden, maar goed, het is echt een heel oud autootje. De boom die je boven het stuur ziet, dat is een snelheidsmeter. Daar kun je op zien hoe snel je gaat. En ik snap echt niet van die voorlampen. Dat die nog altijd niet stuk zijn. De
ze worden gewoon niet bijna op dat trappetje van het weer. Dat is raar. Dat is het raarste wat ik ooit heb gezien.
zelf schrijf ik er. Ik ben nu aan het spelen op PlayStation 4. Als ik meer geld heb, iets van 10 of zo, dan ga ik een heel goedkope tattoo kopen. Thank you.
Hoppa, hoppa, joh.